Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het dinsdag. En dit is alweer vlog nummer 300. Het is gewoon crazy hoe ik vlog na vlog na vlog maak. En dat we nu alweer bij vlog 300 zijn aangekomen. Ik zou gewoon nergens zijn zonder jullie. Dus ik hou van jullie. Dus ik wilde jullie dat gewoon even vertellen. In ieder geval, ik heb weer een lekker kort koppie. Mijn baard is weer getrimd. Ik zie er weer goed uit. In ieder geval, het is tijd om wat nieuws te gaan lezen. 16 Amerikaanse staten spannen een rechtszaak aan om de door Donald Trump uitgeroepen noodtoestand nietig te verklaren. Onder meer de staten New York en Californië vechten het besluit van de president aan. Hoofdaanklager Xavier Becerra van de staat Californië verklaart in gesprek met MSNBC dat deze stap onvermijdelijk was. Trump probeert geld te stelen dat door het congres legaal aan de verschillende staten is gegeven. De andere staten die Trumps besluit aanvechten zijn New York, New Jersey, Oregon, Virginia, New Mexico, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Nevada en Minnesota. De 16 staten hebben allemaal, behalve Maryland, een democratische gouverneur. Ook de procureur-generaals, die de uitvoerende macht van de deelstaatregeling adviseren en procedures namens de staat verdedigen, van deze staten zijn lid van de Democratische Partij. Trump heeft nog niet op de aanklacht gereageerd. Hij riep afgelopen vrijdag in het congres de noodtoestand uit, zodat hij een muur kan bouwen op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Door het uitroepen van de noodtoestand kan Trump zonder toestemming van het congres ruim 7 miljard euro vrijmaken voor de grensmuur. Dat is waarschijnlijk nog steeds te weinig voor de bekostiging van de muur, die ruim 20 miljard euro moet kosten. Trump spreekt van een crisis aan de zuidelijke grens. De instroom van migranten is volgens hem niet meer te controleren. Een muur tussen de twee landen was een van zijn grote beloften tijdens de presidentsverkiezingen in 2016. De democraten, die een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben, zaten hem de voorbije maanden echter dwars en weigerden het benodigde geld vrij te maken voor de bouw van een muur. De oneenigheid tussen de twee partijen leidde uiteindelijk tot de langste shutdown in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Ja, Rhino's. Die Donald Trump kan drammen tot de koeien thuiskomen. Maar hij krijgt die muur echt niet. En daarbij, zelfs als die muur er zou zijn, zouden de immigranten de Verenigde Staten alsnog binnenkomen. En ik vind het nog steeds een mysterie waarom er nog steeds mensen zijn die Donald Trump tot het bittere eind blijven steunen. Ik bedoel, ik vind het onmogelijk om die kerel te steunen. Maar hij is nog altijd populair bij de racisten, cretins, dwepers en het zuiden van de Verenigde Staten.
Dat zijn in ieder geval mensen die tot aan het bittere eind achter Trump blijven staan. In ieder geval, als ik vanmiddag nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie weten. Zo, daar was ik weer met wat meer nieuws. Tijd om het te gaan lezen. Kiki Bertens is dinsdag ondanks een matchpoint uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Dubai. De Nederlandse, die een bye had in de eerste ronde, verloor in een marathonpartij met 2-6, 6-4 en 6-7-6 van Victoria Kuzmova. Kuzmova kreeg bij 5-3 in de derde set het eerste matchpoint, maar dat werkte Bertens weg. De Wateringse knokte zich terug en dwong een tiebreak af. In de tiebreak was er op 6-5 een matchpoint voor Bertens, maar die liet dat onbenut, waarna Kuzmova op haar tweede matchpoint wel toesloeg. De uitschakeling tegen de nummer 46 van de wereld is een behoorlijke tegenvaller voor Bertens, die in Dubai flink wat punten had kunnen pakken om haar ranking te verbeteren. Vorig jaar verloor ze op het hardcourttoernooi in de Golfstaat in de eerste ronde. Bertens staat nu 8e op de wereldranglijst, haar beste ranking ooit. Omdat de concurrentie deze week veel punten te verdedigen heeft, kan het zijn dat Bertens alsnog stijgt. Volgende week speelt Bertens op het toernooi van Indian Wells, waar ze vanwege haar goede ranking ook een bye zal hebben in de tweede en de eerste ronde. In 2018 werd Bertens in de eerste ronde van Indian Wells uitgeschakeld. Dit is de top 10 WTA-ranking. Op nummer 1 staat Naomi Osaka uit Japan met 6.970 punten. Op nummer 2 staat Simona Halep uit Roemenië met 5.537 punten. Op nummer 3 staat Sloane Stephens uit de VS. Met 500, nee, 5.307 punten. Op nummer 4 staat Petra Kvitova uit Tsjechië met 5.120 punten. Op nummer 5 staat Karolina Plíšková ook uit Tsjechië. Met 5.055 punten. Op nummer 6 staat Elina Svitolina uit Oekraïne met 5.020 punten. Op nummer 7 staat Angelique Kerber uit Duitsland met 4.960 punten. Op 8 staat dus Kiki Bertens uit Nederland met 4.885 punten. Op nummer 9 staat Arina Sabalenka uit Wit-Rusland met 3.565 punten. En op nummer 10 staat Serena Williams uit de VS met 3.406 punten. Dinsdag in Dubai tegen Kuzmova liet Bertens niet haar beste spel zien. Ze brak de 20-jarige Kuzmova wel meteen, maar daarna ging het helemaal mis in de eerste set. De Slovaakse brak Bertens 3 keer en liep zo uit naar 6-2. In de tweede set kwam Bertens dankzij een break met 3-2 voor. Maar de pupil van Ramon Sluiter gaf die voorsprong meteen weg. Op 4-4 haperde de service van Kuzmova opnieuw, waardoor Bertens de set met 6-4 kon binnenslepen.
De beslissende derde set was spannend. De jonge Kuzmova was aanvankelijk sterker, maar liet op 5-3 een matchpoint onbenut. Bertens zette door en toen ze de stand met een break weer in evenwicht bracht, was de opluchting zichtbaar. Er was al ruim 2 uur gespeeld toen de tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin leek Bertens op weg naar de zwaar bevochten zege. Ze kwam er 3-0 voor en liet een matchpoint onbenut. Door 3 punten op rij ging de overwinning vervolgens alsnog naar Kuzmova, die voor het eerst in haar loopbaan een top 10 speelster versloeg. Duidelijk, Rhinos. In sport heb je altijd wel afvallers. En dan moet je sportief blijven. Sportmanschap is een belangrijk iets in de business. En als je favoriete speler, team, ploeg of wat dan ook dan verliest, dan moet je kunnen zeggen: we speelden goed, maar je kan niet altijd winnen. In ieder geval, als ik vanavond nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie weten. Zo, Rhino's, het zit er weer op voor vandaag met vlog nummer 300. Ik heb weer een leuke dag gehad, heb lekker gewerkt, heb wel aardig de dag vol kunnen maken. Dus dat ging weer goed. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog, zodat ik meer digitale heroïne kan snuiven. En abonneer je gelijk op mijn kanaal hier beneden. Ja. In ieder geval, ik hoop jullie weer te zien bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later.